Hallo iedereen, welkom bij weer een nieuwe vlog op mijn YouTube kanaal. Het is vandaag maandag. Ja, maandag. Ik ben net van bij Niels gekomen. Ik heb een naked haul gefilmd. Ik moet al die kleren nog opruimen. Ik heb die gewoon op mijn dressing gelegd. Het is altijd zoveel rommel, maar oké. Maar ik wou jullie graag iets laten zien, want ik ben gisteren naar Utah geweest. In Tongeren. Dat is een kristalwinkel, een stenenwinkel met edelstenen en kristallen. En van mijn Petere kreeg ik cadeau dat ik een paar stenen mocht kiezen. Zijn vriendin heeft die winkel. Dus super tof. Ook een super toffe vrouw. Legt alles zo goed uit. Weet zoveel over stenen. Ik was echt blown away. Maar ja, ze is echt gepassioneerd daardoor. En dat merkt je heel hard. Dus dat is heel fijn om door haar geholpen te worden. En ik heb een paar stenen uitgekozen die ik wil laten zien. Ik ga jullie even hierop zetten. Dat is gemakkelijker. Ik ga beginnen met de kleinere stenen. Ze zit trouwens ook echt in zo'n tof zakje. Als eerste heb ik een fluoriet in het groen. En fluoriet is, wacht hè, moet ik denken even aan wat dat heeft gezegd, maar zorg ervoor dat je meer verbonden raakt met hierboven, met het spirituele, maar toch met je voeten op de grond blijft. Ook is fluoriet, ik ga opzoeken als ik het juist zeg, maar ook is normaal gezien fluoriet goed als je heel veel bezig bent op je computer, op je gsm. Dat houdt ze stralen tegen, dus dat vind ik ook wel goed, want that's my job. De groene fluoriet heeft ook een positieve werking op de hartchakra. Brengt balans tussen emoties en verstand, dus het spirituele, maar dat je toch met je voeten op de grond blijft, zoals ik al zei. Die stimuleert u om zelf keuzes te maken en haalt het beste in je naar boven. Dus deze had ik gekozen. Dit is trouwens een knuffelsteen, zoals ze dat noemen. Een zacht, die heeft een zachte afwerking. En die is in de vorm van een hartje. Dan heb ik nog deze. Deze is ook echt prachtig. Deze is donkergroen. Met zo schijn en stukjes in. En dit is de Jaspis variant Heliotoop. En jaspis is blijkbaar de verzamelnaam voor verschillende stenen. Dus ja, dat hier verschillende soorten stenen in zitten. Deze is heel goed voor de spijsvertering, dus dat kan ik gebruiken. Het absorbeert negatieve energie uit uw aura. Het is een heel aardende steen. Zorgt ook voor spirituele groei. Zorgt voor doorzettingsvermogen, creativiteit. Zorg ervoor dat je assertiever bent, vooral de rode jaspis wel. Helpt bij overspannenheid en oververmoeidheid, de groene, dus als deze. En stimuleert de fantasie en geeft levendige ideeën. En de groene jaspis, deze dus, wordt ook wel heliotroop genoemd. Ook wel de bloedsteen genoemd, lees ik. Dus overall een heel aardende steen. Dan heb ik een hangertje. Die ga ik zelfs aan een kettingje hangen. Dus de tektiet, zoals deze. Een zwart steentje eigenlijk. En die zorgt voor het zelfacceptatie. En om op een persoonlijk level met jezelf een betere binding te vinden. Ondersteunt genezing. Dus goed bij infecties. Verlaagt koorts en heeft een positieve invloed op de haarvaatjes, bloedsomloop en wondgenezing. Dat is wel goed, want als ik een wondje heb of zo, dan geneest echt zo traag bij mij. Dus dat is de tektiet. En dan, last but not least, heb ik een paarse fluoriet. En deze is zo mooi. Oh, wauw. En deze heeft eigenlijk dezelfde werking als de eerste fluoriet. Alleen heeft deze dan een andere kleur. Ik zal ook eens kijken als dat voor iets anders staat, de kleur. De paarse fluoriet staat ook nog speciaal voor de vermindering van geestesziektes, dus mentaal. En is ook goed voor de concentratie te versterken en beschermt tegen hoofdpijn.
Dus dat is wel tof om te weten. Zo zijn al mijn nieuwe stenen. Ik ben er echt kei blij mee. Voor deze heb ik ook zo'n staandertje. Dus dan kun je die zo, zetten. Ik ga kijken waar ik deze een plaats ga geven. Ik ga een hangertje zoeken voor mijn tagtiet. En de andere ga ik ook een plaatsje geven. Ik heb mijn paars fluoriet hier gezet. Op mijn salontafeltje. Super cute. En ik denk dat ik de andere fluoriet op mijn nachtkastje ga leggen. En deze bij mij gehouden op dat tafeltje. Als jullie graag zelf eens een kijkje willen gaan nemen. Dit is het adres van Jufa, van het winkeltje. Lydia is de uitbaatster van het winkeltje. Hele lieve vrouw. Echt de moeite om wel eens te gaan checken. Goedemorgen iedereen. Het is de volgende dag ondertussen. Ik ben samen bij Niels aan het lunchen bij Kaffies, waar ik over laatst was met Piu Piu en Celine. We hebben broodjes besteld, dus we hadden nog niet ontbeten. Dus gewoon een lunchje. Ik had broodje kip met avocado en jij had zalm, hè? Zalm met groentjes, ik weet niet. Avocado. Oh, ah. En we hebben dan zo allebei gewisseld, dus we hebben elk een helft van elk broodje. Ondertussen zijn we terug thuis. We zijn Shooter aan het kijken. We zitten nu in... toch seizoen 2. Seizoen 2, aflevering 1. En seizoen 1 was heel spannend al. Dat is echt goed. Ja, we gaan nu aan seizoen 2 beginnen. Ik ben benieuwd. Ben je besties geworden met Niels? Hè? Ja? Nee? Dat is goed. Kijk hoe schattig. Zo zat ze in de zetel daarnet. Super cute. Hè Milky? Lief hè? Besties hè? Niels is nu net door. Ik ben aan het editen daar. En daarna denk ik dat ik in bad ga, iets ga eten en gewoon ga chillen vanavond. Ik ga vanavond niet naar Niels, ik ga morgen. We zijn nu 3 dagen denk ik samen geweest. En de katjes zijn dan ook wel veel alleen natuurlijk. Allee, ik was 2 dagen daar, maar ik kwam dan wel overdag naar huis om bij de katjes te zijn. En dan vandaag, deze nacht en vandaag was Niels wel bij mij. Dus dan zijn de katjes niet alleen, maar toch. Ik wil ook genoeg nog hier zijn voorbij Milky en Muffin te zijn. Ik wil niet dat die hun alleen voelen, ook al hebben die elkaar. Het zijn mijn dieren en ik moet daar ook wel voor zorgen, vind ik. Dus ja, vanavond blijf ik nog hier. En dan morgen ga ik naar Niels toe. Ik ga hier de vlog afsluiten. Hopelijk vonden jullie het leuk ook om mijn nieuwe stenen te zien. Als jullie dat interesseert, doe zeker thumbs up. Laat ook een leuke comment na. En dan zie ik jullie in de volgende vlog. Dankjewel om te kijken. Muah.